tijd lang niet op vakantie zijn geweest, of omdat we bang zijn dat het morgen op zal zijn, dan is die monetaire verruiming, om het nou zo te zeggen, die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, ja, is een belangrijke oorzaak voor de inflatie. En daarom is de inflatie ook al eerder begonnen dan voor de invasie van Rusland. Ja, nou ja, toen waren de signalen er ook al. Toen liep de inflatie wat op, maar nog niet zo dramatisch als nu. Nou, begin januari was die al 6,5% in Nederland. Ja, hoger dus. Ja. Ja, maar goed, daar kwam die oorlog bovenop. Ja, als we nou kijken naar die steunpakketten, is dit dan het juiste instrumentarium dat de Nederlandse overheid hanteert, vindt u? Nou ja, kijk, je moet natuurlijk, de overheid is uiteindelijk in een samenleving de laatste risicodrager. En als dus de meest zwakken in de samenleving erg getroffen worden, en hier worden ze met name getroffen in elementaire levensbehoeften en energie, ja, dan is het heel logisch dat de overheid in grote mate bijspringt. Ja. Dus ja, dat. Maar wat ik mis, en overigens, we focussen steeds op Nederland, maar dit is een veel breder probleem. Ja. Het gebeurt ook in andere landen. Dit kun je maar tijdelijk doen. En je moet zorgen tegelijkertijd dat er toch bezuinigd wordt op energie. Ja, maar dat proberen ze natuurlijk ook aan alle kanten. De vraag is wel, ja, want dit steunpakket is fors en ook generiek, dus voor alles en voor iedereen. Met daarbij de verwachting dat het in 2024 niet veel beter zal zijn. En u zegt eigenlijk in de komende jaren sowieso niet. Waar leidt dit dan toe? Nou, dit leidt tot een blijvend hogere inflatie. Kijk, energie was niet schaars in het verleden. Er was meer dan voldoende energie. Maar energie zal schaars blijven, omdat de hele transformatie, de klimaattransformatie, een groot aantal jaren met zich zal meebrengen. Dus relatief hoge inflatie, relatief hoge rente, en dus echt een andere wereld dan we de laatste 30 jaar gekend hebben. Maar als we dan kijken naar de inkomenspositie van mensen, de overheid kan natuurlijk niet tot Sint-Juppertumus blijven bijplussen. Nee, dat klopt. Ik maak mij ook veel zorgen, niet alleen om waar Klaas Knot zich zorgen over maakt, dat er van al die maatregelen, ook de tijdelijke, een invloed op de inflatie uitgaat. Maar ik denk dat we ook beter moeten kijken naar wat het afschaffen van deze maatregelen zal gaan betekenen. Als je een heel zwak, iemand met een heel slecht inkomen nu subsidieert, en de wereld verandert niet fundamenteel, en je moet noodgedwongen die subsidie afpakken, dan krijgt hij op dat moment het probleem wat je gewoon in de tijd 1 of 2 jaar verschoven hebt. Dus ja. Dus de overheid, niet alleen in Nederland, maar in de meeste Europese landen, maar laten we het beperken tot Nederland, want daar wonen wij en daar hebben we iets over te zeggen. Ja. De Nederlandse overheid verschuift het probleem richting de toekomst. Ja, het probleem wordt ten dele naar de toekomst verschoven, dat klopt. Ja, en het zijn noodomstandigheden. Maar ook in noodomstandigheden moet je naar de gevolgen voor de dag van morgen blijven kijken. Maar wat zou de overheid dan wel moeten doen? Nou, in ieder geval zou ze duidelijk moeten maken, onder bepaalde veronderstellingen, hoe we eigenlijk kunnen ontsnappen uit de val waarin we nu terecht aan het komen zijn. En ik beperk me bewust niet tot Nederland, want dat is de neiging dat we steeds naar onszelf kijken. Maar het Nederlandse probleem, als we denken dat we het opgelost hebben, is niet opgelost als de problemen om ons heen heel groot worden. Want dan worden we weer meegesleept. Ja, nou, kijk naar de economische voorspellingen voor Duitsland en Italië. Daar voorspelt het IMF zwaar weer, een recessie namelijk. Dat zijn bij uitstek twee landen waar Nederland veel handel mee drijft. En met het Verenigd Koninkrijk ook. Nou, daar moeten we het ook maar helemaal niet over hebben. Nee. Want daar is het hele financiële beleid gewoon onderuit gegaan. Klopt. En daarom vind ik dat we niet alleen moeten kijken naar hoe wij in Nederland morgen de problemen oplossen die samenhangen met de oplossingen die we vandaag gekozen hebben. Maar we moeten ook vandaag beginnen met ons af te vragen hoe we op ons afkomende problemen in Europa gaan oplossen. Ja, maar als we het nog even tot Nederland beperken. U zegt dat de Nederlandse overheid schuift de problemen vooruit door nu te compenseren, maar dat kan straks niet meer. Ja. En dan komt de echte klap. Spant het kabinet daarmee dan ook het paard achter de wagen? Nee, het kabinet doet op dit moment wat ze moet doen. Maar moet tegelijkertijd zorgen voor voldoende dekking
Nu om te voorkomen dat er extra inflatie komt. En in de toekomst om te voorkomen dat met maatregelen die je ook op sociale gronden niet kunt terugdraaien, dat die ook in de toekomst gedekt zullen zijn. Maar nou verkeren wij in de prettige omstandigheden. We gaan het zo meteen over Europa hebben. En dat daarmee verschilt dit land van een aantal zuidelijke Europese landen. Dat onze staatsschuld is gedaald. Dat als je beide bewegingen van de inflatie en van de dalende staatsschuld op een grafiek zet, dat verschil steeds groter wordt. Onze staatsschuld is relatief laag vergeleken met andere landen. Maar het is zo dat als je aan extra overheidsuitgaven denkt, moet je niet naar de staatsschuld kijken. Maar moet je kijken naar wat die extra uitgaven betekenen voor je economie. En als die extra spanningen creëren, creëren ze extra inflatie. Dus dan heb je niks aan een lage staatsschuld. Maar dan constateert u toch dat de Nederlandse overheid door dit beleid de inflatie aanjaagt? Ja, dat gebeurt niet alleen in Nederland. Dat gebeurt eigenlijk in heel veel landen. Ja. En dat is uit nood geboren, omdat men de zwakste wil beschermen. En nogmaals, dat begrijp ik. Maar ik vind wel één ding. Er is een verschil tussen de pandemie en deze crisis. De pandemie begon aan de vraagkant. Het was logisch dat je de vraag stimuleerde. Dit is een crisis die begint aan de aanbodkant. Dus namelijk van energie met name? Ja, dus we moeten nog veel meer doen aan energiebesparing. We moeten nog veel meer doen aan het creëren van nieuwe energiebronnen. En we moeten ons ook realiseren dat als we niet uitkijken en een hoop bedrijven zouden gaan omvallen, dat er ook bij die bedrijven of in die sectoren waar die bedrijven werken schaarste gaat ontstaan. Dus het bedrijfsleven, dat dreigt men een beetje te vergeten, is toch een hoge prioriteit om die overeind te houden in deze crisis. Nou ja, de Duitsers doen dat dus. Want vandaag komt het bericht binnen dat de helft van de Duitse bedrijven de productie verlaagt door arbeidstekorten. En dat kost de Duitse economie 87 miljard euro per jaar, meldt persbureau Bloomberg zojuist. Ja, dus die hebben daar al te maken met de effecten die u beschrijft. Ja, en de bedragen kan ik op dit moment moeilijk beoordelen. Maar wat ik vind, dat is dat er meer gekeken moet worden naar de bedrijven, waarbij je wel kunt zeggen tegen de bedrijven, moet je luisteren, jullie krijgen een termijn en die moet je vaststellen. Ja. Van bijvoorbeeld 2 jaar, dan los je je energieproblematiek op. Ja. Als je hem niet kunt oplossen, dan ben je niet geschikt voor zeg maar de economie van morgen. Juist. Maar je moet ze wel de ruimte nu geven, want anders krijgen we in die sectoren ook nog aanbodtekorten. Ja, dat is overigens wat D66 vandaag voorstelt, meldt het ANP ook zojuist. Namelijk, wij zijn alleen maar bereid om het bedrijfsleven te steunen in deze zware tijden, als ze daadwerkelijk ook de transitie maken en ook passen binnen het beeld van morgen. Ja, maar dan moet je dus een termijn daarbij stellen. Ja. Heel duidelijk. Ja, maar u zegt eigenlijk ook met zoveel woorden, gebruik ze niet als pinautomaat en steun ze ook, want anders is straks de hele economie naar de ratsmodé. Gebruik ze niet als pinautomaat. Overigens, de steun die je aan bedrijven geeft, heeft minder directe inflatoren gevolgen dan de steun die je aan consumenten geeft om de producten aan te schaffen die bedrijven aanbieden. Dan gaan we naar Europa. Want wij kunnen hier het huishoudboekje, ondanks de zware tijden, nog wel op orde hebben met de staatsschuld enzovoorts. Maar u zei net zelf al, landen als Italië hebben dat helemaal niet. Er zijn er meer, maar Italië is meestal het vlees geworden voorbeeld daarvan. Die gaan natuurlijk ook van alles nog wat doen om hun burgers te ondersteunen. Daar zit een nieuwe regering. Er zitten partijen in die regering die grote moeite hebben met de hervormingen die zijn geëist toen het coronasteunpakket werd verstrekt, of nog zal worden verstrekt. Wat betekent dit allemaal voor de eurozone? Nou, dit betekent spanningen in de eurozone. Het is overigens niet alleen Italië, maar ook Spanje en ook met name Frankrijk. Ja? Die hebben zeer grote pakketten aangekondigd die tot een verhoging van de schulden zullen gaan leiden. Spanningen in het stelsel. En dan zijn er 2 mogelijkheden. De ene is, als die spanningen optreden, dan roepen we de centrale bank te hulp en die moet het dan maar oplossen. Daar komt een eind aan, zonder enige twijfel. Is dat eind eigenlijk niet al daar? Nou, ik vind dat het eind al, maar dat vind ik al een paar jaar, bereikt is. Want wat er aan het gebeuren is, is het volgende. Er is een spanning tussen de primaire taak van de centrale bank, dat is prijsstabiliteit,
En financiële stabiliteit. Financiële stabiliteit is een breder begrip, dat de huizenprijzen niet in elkaar storten, de beurs niet in elkaar stort. Nou hebben we zoveel schuld in de samenleving zien ontstaan, dat als de centrale bank de rente omhoog moet brengen om prijsstabiliteit te bewerkstelligen, die huizenmarkt in gevaar komt. Die beurzen in gevaar komen. Ja, er is voorspeld door ABN AMRO dat de huizenmarkt met 2,5% stijgen. Ja. Dat is in uw ogen, geloof ik, meer. Ja, dat is in mijn ogen meer. Maar wat ik eigenlijk wil betogen, dat is de centrale bank, die is langzamerhand aan het eind van haar Latijn gekomen. En wat ze ook onder het verdrag nog kan doen, het zijn de overheden die moeten zeggen whatever it takes. Ja, dat bepleit u al langer, maar dat doen de overheden niet. Al is het maar omdat ze binnen de Europese Unie niet op één lijn zitten. Ja, maar ik bepleit het al langer. Maar ik zeg nu, er komt toch een existentieel moment voor Europa. Als de overheden zich niet realiseren dat we zo ver verwijderd zijn geraakt van normen die we in het verdrag hebben vastgelegd, met name ten aanzien van de schulden. Ja. Als de overheden daar niet een oplossing voor gaan zoeken, dan gaat het vroeger of later mis en vraag mij niet. Dat staat in de Bijbel, gek, een dag nog uur, dat weet ik ook niet. Nee, maar daarmee zegt u dan eigenlijk dat de euro in gevaar komt. Daarmee zeg ik, als de overheden dus zich niet realiseren dat er een existentieel moment komt waarvoor men zich moet voorbereiden, dat dan de euro in gevaar komt, ja. Ja, met andere woorden, dan moeten dus de schulden, met name in het zuiden, echt worden opgelost. Anders is de geloofwaardigheid van de euro weg. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden waar ik niet te veel in detail over wil treden. Maar een van de mogelijkheden is dat we voor wat betreft de nieuwe schulden die aan het ontstaan zijn, want we krijgen weer een sprong in de schulden door de Oekraïne, oorlog in de Oekraïne. Ja. Een van de mogelijkheden is het noodfonds dat gecreëerd was voor de pandemie. Om dat ook toe te passen en gewoon structureel te maken, ook toe te passen op de gevolgen van de energiecrisis. Heb ik het niet over giften, maar dan heb ik het over leningen die op de markt in ruil voor hervormingen, want dat hoort daar dan ook. Ja, hervormingen en dan krijgen die landen leningen tegen lagere. Dat is een van de mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is veel ruwer en veel riskanter. Dat is gewoon schuld afschrijven. Maar dat draagt over het algemeen niet bij tot meer vertrouwen van de financiële markten in de euro? Nee, maar links of rechtsom, ooit zal dit probleem moeten worden opgelost. We hebben het uiteindelijk bij Griekenland voor een stuk opgelost. En er is pijn geleden door de private sector. Ja. Er zijn nu mensen die zeggen, het Financieel Dagblad stond enige tijd geleden een artikel in, laat de centrale bank dat altijd maar op haar balans houden, die schulden. Dan is het geen probleem. Maar dat is geen uitweg. Dan blijven de monetaire verhoudingen ruim. Ja. En het is in strijd met het verdrag. Dus u zegt, werk aan de winkel, snel handelen ook. Want anders dreigt er een eurocrisis. Wanneer weet u niet, maar die is dan wel eminent. Ja. En zet daar dat corona-herstelfonds voor in. Ook voor de huidige energiecrisis ten gevolge van die oorlog in Oekraïne. Maar dan wel met hervormingseisen daarbij. Uiteraard. En doe je dat niet, dan loopt de euro gevaar. Nou, doe je dat niet, dan zitten we in grote problemen. Laat ik het iets wat voorzichtiger formuleren. Nou ja, maar u zei net zelf, dan komt toch de geloofwaardigheid van de euro in het ding. En loopt de euro gevaar. Er zit een weeffout in het stelsel. Toen we begonnen, hadden we redelijke normen ten aanzien van begrotingstekort en staatsschuld. Ja. Italië heeft toen beloofd dat het via 80% staatsschuld naar 60 zou gaan. Het is nu 150. Het wordt misschien nog een stuk meer. Ja. Er zijn berekeningen dat als je je uiterste best doet, dat je dan 3% per jaar omlaag kunt gaan. Ja. Dan duurt het nog 30 jaar voordat ze op 60% zitten. Ja. Nou, dan gaat een keer iets mis. Nou, en in de tussentijd stijgt de rente ook voor staatsobligaties. Ja. Dus voor de, ja, dus, ja. Ja. Maar dan gaat het toch mis? Niet als we, het doet me bijna denken, maar dat is een heel ander verhaal, aan wat er na de Amerikaanse burgeroorlog is gebeurd. Allerlei staten zaten toen in grote problemen vanwege enorme uitgaven voor de oorlog. En toen heeft men op een gegeven moment besloten om, maar dat was een gemeenschappelijk besef dat die oorlog niet had gemoeten. Ja.
En er waren dus geen directe schuldigen. Toen heeft men de schulden van die staat gemutualiseerd, vergemeenschappelijkt. Ja. Nou, dat bepleit ik niet, dat zou mij. Omdat er hier wel schuld is en verkeerd beleid. Maar oplossingen voor de schuldenproblematiek moeten gevonden worden. Nou ja, zeker omdat Europese landen natuurlijk ook een groot machtsblok willen vormen in de wereld nu de politieke verhoudingen aan het schuiven zijn. Ja, u zegt wat ik had moeten zeggen. Als er ooit één slecht moment zou zijn om grote problemen in het eurogebied te krijgen, dan is het vandaag de dag. Nout Wellink, voormalig president.